Wat je gaat zien is een stad waar mensen winkelen, wonen, werken. Nu zie je op de achtergrond nog Tata Steel. Maar is het ook mogelijk om daar een stad te bouwen voor 200.000 mensen? Volgens architect Pieter van Duin wel. Hij heeft een plan voor een nieuwe duurzame stad met veel natuur tussen strand en Noordzeekanaal. Wat een stad nodig heeft, komt daar met alle werkgelegenheid van dien. En natuurlijk CO2 neutraal. We zitten hier aan het Noordzeekanaal, we zitten hier aan zee. Dus de verwarming van alle woningen en bedrijven, die kunnen we via zeewater met warmtepompen eigenlijk op een heel eenvoudige manier CO2 neutraal kunnen we gaan realiseren. Naast duurzaamheid staat bij hem ook de veiligheid hoog in het vaandel. Dat het een kindvriendelijke, fietsvriendelijke wandelstad gaat worden, waarbij je eigenlijk als je rondkijkt midden eigenlijk in het natuurreservaat zit. Auto's onder de grond, parkeer onder de grond en vooral ook openbaar vervoer onder de grond. Maar wordt dat qua kostenplaatje dan niet enorm duur, ondergrondse wegen en openbaar vervoer? Nou, dat is juist het bijzondere. Omdat het gewoon zand is, is het alleen afgraven en de wegen op een lager niveau neerleggen. Bert, wat vind je van het idee als hier straks achter de duinen een stad van 200.000 mensen zou verrijzen? Dat is een slag in de lucht. Het feit dat we hier nu een rustige zee hebben en een rustig oord, dat heeft alleen meer te maken met die stalen buffer ertussen. En als je die buffer weghaalt, dan zal het alleen maar enorm toenemen. Dus we hebben een hartstikke mooi dorp, daar moeten we heel zuinig op zijn. Maar we hebben een stinkfabriek en ik heb er heel erg veel last van. En ik denk dat er heel veel mensen ook ziek van worden. Het enige wat ik wil is dat we gewoon met z'n allen de discussie gaan voeren van: willen we dit nog 50 jaar houden of is er een alternatief? Tata Steel wil niet op het plan reageren.